Welkom bij de eerste aflevering van Vraals. Verrassend, veelzijdig, veelkleurig. Een programma over grenzeloze gastvrijheid. En je kunt stellen dat je hier het buitenland in je eigen land hebt. Europa ten voeten uit. Maar we kennen Vraals natuurlijk van het Drielandenpunt, het hoogste punt van Nederland en de prachtige natuur hier in de Limburgse heuvels. Maar niet alleen de prachtige natuur is een goede reden om naar Vaals te komen. Ook het stadje is de moeite waard om te ontdekken. Met haar on-Nederlandse huizen en statige zakenpanden maakt het centrum van Vaals een stedelijke indruk. Via idyllische weggetjes en pittige slingerbochtjes komt u terecht in de kerkdorpen van Veilen, Lemiers en Holtzet. En hier bepalen landelijke contreien en markante vakwerkhuizen het decor. In deze eerste aflevering laten we u zien wat Vaals allemaal te bieden heeft op het gebied van recreatie en toerisme. Op de Vaalse berg, op het hoogste punt van Nederland, namelijk 322,5 meter boven NAP, bevindt zich het Drielandenpunt. Ieder jaar bezoeken bijna 1 miljoen mensen dit voor Nederland unieke punt. Eenmaal boven vindt u vele terrasjes, restaurants en het grootste labyrint van Nederland. Tevens kunt u van hieruit diverse wandelingen maken of genieten van een geweldig uitzicht over de Eu-regio vanaf een van de 2 uitzichttorens. De Drielandenregio is een omvangrijk bewaard gebleven natuurgebied met een meer dan 2000 jaar oude geschiedenis. Zo was bijvoorbeeld ongeveer 1 eeuw geleden het Drielandenpunt een Vierlandenpunt, met als 4de land Morrisnet, een klein apart staatje met eigen geld en wetten. Dit landje waar veel ijzererts in de grond zat, was een rijk bezit in die tijd. Sinds 1919 kwam het definitief bij België. U zit nu lekker in het zonnetje op het terras in Vaals. Wat vindt u van Vaals? Hele mooie stad. Prachtig. Wat maakt het nou zo mooi? Wat het mooi maakt, de sfeer. Eigenlijk alles. Alles wat hier, je kan lekker eten overal, je kan hier mooi wandelen. Ja, dat is gewoon mooi. Ja, ik vind Vaals wel een mooi stadje. En er is van af en toe van alles te beleven en je kunt gezellig uitgaan. En dat vind ik wel leuk. En ook de hele Vaalse omtrek ook. Ja, ik vind dat het schön gemaakt hier. Die Leute fühlen zich hier wohl. Man kan alles so schön anschauen, kaufen, preiswert. Vaals is goed. Echt waar. Wunderbar. Het Veilener Bos en het bos op het Drielandenpunt lenen zich uitstekend voor urenlange wandelingen. De gevarieerde bodemgesteldheid zorgt ervoor dat de natuurgebieden een aparte plaats innemen. De kapitale bossen vormen dan ook een wezenlijk onderdeel van het gezicht van Vaals. De beschermde natuurgebieden zoals het Zelzerbeekdal, het Geuldal en de reservaten Coltesse en Bellet stralen ook een sfeer van rust uit en zijn een genot om doorheen te wandelen of te fietsen. Het reservaat Coltesse, dat 32 hectare beslaat, ligt ten zuidoosten van Epe. Het bestaat uit een oude vakwerkboerderij met losliggende schuren en is een van de mooiste landschappen van Nederland. In het centrum van Vaals en de dorpskernen van Veilen, Lemiers en Holtzet vindt u veel geschiedenis en cultuur terug. Bezienswaardigheden variërend van vakwerkboerderijen, kastelen, monumenten, kerken, parken en prachtige tuinen. In Vaals kunt u in elk type verblijf overnachten. Op een kleine intieme camping genieten van de frisse buitenlucht of na een fikse wandeltocht uw benen strekken in een sfeervol familiehotel of pension. Daarnaast kunt u een gezellig weekendje met vrienden doorbrengen in een van de groepsaccommodaties. Ook een verblijf in een appartement of bungalow is mogelijk. Wilt u zich in luxe ontspannen? Dat kan in een van de sterrenhotels in Vaals. Ga op ontdekkingstocht door de kerkdorpen Veilen, Lemiers en Holtzet.
Hier nemen de mensen nog de tijd om een praatje te maken en wordt de rust slechts verstoord door de koeien en het luiden van de kerkklokken op zondagmorgen. Zeker in de kleinste gehuchten Raren, Rot en Wolfhaag lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Naast natuur en cultuur kun je ook uitstekend winkelen in Vaals. Je vindt er verschillende speciaalzaken en boutiques. En aansluitend kunt u natuurlijk gaan genieten op een van de vele terrasjes die Vaals te bieden heeft. Of wat dacht u van een hapje eten? Vaals heeft ontzettend veel restaurants met niet alleen de Nederlandse keuken, maar ook de buitenlandse keuken. En het is goed toe hier hoor. Elke dinsdag is er de drukbezochte weekmarkt in het hart van Vaals, die bezocht wordt door het internationale publiek. In Vaals zijn de meeste winkels dagelijks geopend. Zelfs op zondag mogen de winkels tussen 10 en 8 uur 's avonds geopend zijn. Als u door een van de smalle straatjes loopt of op een van de vele terrasjes zit die Vaals rijk is, dan waant u zich in het buitenland. Veel eetgelegenheden bieden menu's aan uit de Franse, de Italiaanse, de Griekse en de Chinese keuken. Maar wilt u iets lekkers uit de Limburgse keuken, zoals bijvoorbeeld soerfleesch, dan bent u hier ook aan het goede adres. In het centrum ligt ook de oude glasblazerij Gerardo, waar nog op authentieke wijze glas geblazen wordt. Maar niet alleen glazen worden hier handgemaakt. Vazen, schalen, glazen dieren en vele andere objecten worden door deze glaskunstenaar geblazen. Ja, ik vind Vaals zo best wel aardig. U bent zelf van Vaals? Nee, ik ben van Hulsberg, bij Valkenburg. En u komt vaker naar Vaals? Als het naar winkel of naar de markt in Vaals. Ik vind het wunderbar. We zijn öfter hier. En waarom is het wunderbar? Ja, weil man hier veel mogelijkheden heeft. Günstig einkaufen kan. Die Leute zijn in Ordnung. Also wunderbar. Ja, sag mal ehrlich sein, ich wohne in Vaals. Ich bin von Vaals begeistert. Waarom is Vaals zo schön? Ja, warum is Vaals zo schön? Is relativ klein, aber ziemlich zentral. Ja. Im Prinzip, wenn man hier über die Grenze fährt, kommt es ja ein bisschen vor wie im Urlaub, weil hier mit den Straßencafés und so, also ist schon schön. U heeft het gezien. Vaals is veel meer dan alleen maar het Drielandenpunt dat bij de meesten van ons bekend is. Cultuur, natuur, winkelen of gewoon een lekker terrasje pikken, ook dat is Vaals. Ik bedank u voor het kijken en graag tot Vaals.